En inmiddels ook aan het tafeltje de schrijver van dit boek. Het boek van Gert-Jan Verbeek. Recht voor zijn raap. Dat is een beetje gek, Gert-Jan. 2 uur geleden zaten we nog op de radio met elkaar te praten over dit boek. Maar ik doe net alsof ik jou nu voor het eerst zie. Okay? Dus ook alles weer opnieuw wat ik zojuist ook heb gedaan op de radio. Maar was je bij hem? Bij BNR. Ja, nee, bij BNR was je zojuist de gast. Okay. Dus waarom in godsnaam dit boek, Gert-Jan? Waarom? Ja. Nou, het was het idee van Eddy. Johan had al een keer vaker gevraagd of ik niet open stond voor een boek. Nou, ik vond mijn eigen niet zo interessant. Maar toen kwam Eddy met een goed idee over mensen die wat voor mij betekend hebben. Om die aan het woord te laten. Dan is het ook hun waarheid en niet mijn waarheid. Ja. En dat was een hele leuke reis die we gemaakt hebben met elkaar de afgelopen paar maanden. En nou, vandaar dit boek. Ja. En het is ook een klein beetje een naslagwerk voor die kleine meid. Die heeft natuurlijk niet zoveel meegemaakt. Ja. Ik kan het later altijd een keer teruglezen. Ja. Om te kijken wat voor man haar vader was en is natuurlijk ook. Hè? Ja. Voor duidelijkheid. Ja. Ja. Of het klopt. Moest je hem zwaar onder druk zetten, Eddy? Ja, behoorlijk. Ik heb hem toch 2 keer moeten stalken. En de eerste 2 keer toen voelde hij er niks voor. Want dat was de optie van een monoloog, zeg maar. Hè? Een gemiddelde biografie. Alleen toen ik met de andere stijlvorm kwam... en dat heb ik vorig jaar ook met Michel Boerenbach gedaan... Hoi papa, langs de belangrijkste mensen uit je leven... dat je dan interactie krijgt... Ja, dan krijg je een objectiever beeld van iemand. En dat is gebleken. Ja. Dat was je zit ook echt als een schrijver bij. Zo arm over elkaar, nou, goed hoor. Als jij dat zegt, dan ben ik de eerste die dat in zal koppen. Nee, dat is absoluut waar inderdaad. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside app.